Hallo en welkom op Skermie hier in Almere. Skermie is een groot horror-event. Ze hebben hier verschillende huizen, verschillende belevenissen. Ze hebben een dark ride, ze hebben een clownhuis, ze hebben altijd wel iets in de richting van een escape room waar iets wat op lijkt en diverse horrorhouses. En elk jaar doen ze weer meer, elk jaar wordt het groter en ik vind het altijd heel erg sfeervol om hier te zijn. Het is echt een aanrader. En vandaag ga ik jullie weer allemaal kleine dingetjes laten zien van wat ze dit jaar allemaal hebben. We gaan nu eerst hier naar binnen, want we moeten helpen. Voor een research zijn mijn collega en ik hier al naartoe gestuurd om een nieuw DNA te vinden, maar onze auto is helemaal over de kop geslagen en Melvin is nog binnen. Jullie moeten helpen hem te vinden. Kom, ga die kant op. Om binnen te komen is het al een compleet doolhof waar we doorheen moeten. Oh, deze hier. Kom. En mijn auto ligt hier ergens en ik ben helemaal verkoopt. We hebben wel nieuw DNA gevonden. Heel goed. Nou. Na een complete tocht zijn we eindelijk binnen bij Skermie. Hier is alweer veel veranderd hier bij Ship of Souls, bij het piratenspookhuis. Heb je er zin in, Jos? Ja hoor, absoluut. Weet je nog wat hier vroeger zat? Hier zat vroeger een soort van escape room-achtige ervaring. En ik weet dat ze mij goed voor aap hebben gezet toen daar. Ja, ja, dat was wel leuk, maar ik denk dat dit nog een heel stuk leuker is. Dat je dit een heel stuk leuker gaat vinden. Ik kan me vanavond zeggen dat er gewoon een kaart en die... Een kaart en flessen. En hoe ze met elkaar sparen. Ik kreeg muntjes en die piraten die wij hadden allerlei vage manieren verzonnen om die munten af te pakken. Van, ja. Ja. Dat staat er nog bij. Nou, muntjes gaan er vandaag niet aan de pas komen. Wel andere piraten-gerelateerde dingen. Zoals ik zei, in de ruimte beheers ik mijn magie heel goed. Daarom ga ik jullie vertellen dat jullie niet voor de schat komen en dat jullie eigenlijk gewoon opgevroten worden door het beest. Maar zodra mijn magie straks stopt, dan weten jullie dat niet. Dan gaan jullie gewoon op zoek naar de schat. Dus zoals ik zei, jullie gaan door het luik, ongezien, ongehoord. Dat betekent dat je geen botten mag breken, dat je niet mag flauwvallen en dat je ook niet te hard mag overgeven. Precies naar achter. Jos. Volgens mij gaan we opgegeten worden. Hap slik weg. Ship of Souls was weer een toffe beleving. Ik vind de eindscène dat je wordt opgegeten door het monster echt heel leuk en creatief verzonnen. Want het verhaal eindigt slecht, wordt namelijk opgegeten en je zit er eigenlijk in de maag van het zeemonster.
Wegwezen! Wegwezen, kom terug! Oh. Zoals het al zei, om te lachen. Nice. En vooral te huilen. Maar mijn clowns waren ooit zo leuk. Lopen! Go, 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 go! Het Clownfest is elk jaar echt een heel groot succes. En ik sta nu voor een ander favorietje, namelijk Writer's Block. Claire? Ben jij dat? Ja meneer, dat is ik. Alles goed met u? Je weet toch wat ik ervan vind als je naar binnen sneakt? Ja, ik... Niet nog een keer, hup! Nee, ik zou hem niet meer zorgen. Claire? Ja? Weet je waar mijn aantekeningenboek ligt? Ik denk niet op de linkerbank. Ik denk op de rechterbank. Nee, niet daar. Nee. Hier ligt het. Waar? Alsjeblieft. Oh. Ja, dankjewel. Ja, er ligt helemaal niks daar. Claire? Wat ruik ik? Dat is mijn nieuwe parfum, meneer. Heb jij mensen binnengelaten? Claire? Nou, ik heb mensen binnengelaten, meneer. Maar het zijn hele grote fans van u. En ze zullen u echt niet storen, ik beloof nee. het. Nee. Je weet toch wat er gebeurt, Claire? Oh, ik de vorige keer werd ik blind. Claire, waar zijn ze? Ze moeten weg! Claire, waar zijn ze? Nee, 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 dit is te laat! Nee! Blok had echt heel veel verbeteringen in zitten. Er zat wat extra teaming in. Het verhaal was net wat anders. Want wij staan nu in de rij voor het laatste grote loopspookhuis wat ze hebben. Je hebt daar ook nog het Chinese huis. Die vind ik niet zo super. Maar hier, deze, hier in het kathedraaltje zal ik een beetje zeggen.
in het huisje. Die is wel heel tof, want dan ga je met zo'n haunted lantern erdoorheen. Dat is echt heel mooi gedaan. Ik heb het weer heel erg naar mijn zin hier, in ieder geval op Skermie. Met z'n vieren. Ik loop hier al 3 weken op jullie te wachten en jij zat in Toverland! Ja, weet je verder ben je lopen? Verder wel helemaal goed in je hoofd? Weet je verder lopen is? Ja? Nou goed, fijn dat het hoofdkantoor eindelijk wat talent deze kant op heeft gestuurd. En dan heb ik het dus niet over jou. Voor jullie stond ik hier met 2 stagiaires. Die zijn het huis ingelopen en sindsdien heb ik ze niet meer gezien. Maar goed, dat waren dan ook stagiaires, dus echt gemist worden ze ook niet. Glazige blik. Hebben jullie überhaupt enig idee waarvoor jullie hier zijn? Welkom in het huis van meneer Van der Graaf. Kijk, daar hangt de beste man. Mooi, hè? Ja, die is inmiddels al 3 maanden vermist. En als we hem niet snel vinden, dan zijn wij allemaal onze baan kwijt. In die tijd dat die stagiaires hier weg waren, heb ik niet stilgezeten. Ik ben natuurlijk op onderzoek uitgegaan en ik ben er onder andere achter gekomen dat deze deur op slot zit. Maar deze deur hier achter mij ook. Deze deur, die niet. Geen zorgen hoor, er is hier verder niemand meer. Ja. Nog een kok en een dienstmeid. Maar heel eerlijk, als jouw baas toch al 3 maanden weg is. Ik betaal hun salaris niet hoor. Kom maar. Goed. Welkom in het kantoor van meneer Van der Graaf. Dit is de enige andere kamer die ik tot nu toe heb kunnen vinden. Alles wat je hier ziet, heb ik inmiddels al wel 1 keer of 10 doorgelezen. Voordat jullie gaan, 1 belangrijke regel. Deze lampjes zijn namelijk heel erg duur. En mogen absoluut niet kapot. Is dat duidelijk? Ik zei toch dat ze absoluut niet kapot mochten? Waarom zijn ze nu al kapot, jongens? Dit staat helemaal nergens. Nu zijn jullie eindelijk. Jullie moeten me echt helpen. Het gaat hier helemaal mee. Pas op. Achter jullie. Vlees? Je weet het niet. Ja hoor, weer zo'n zooitje. Ik heb alleen maar 1 plekje voor luister als jullie. En dat is niet hier. Waardeloos. In de vriezer met jullie. Kom op. Daar speciaal voor jullie een plekje. Helemaal voor jou klaargelegd. Ik heb een gehoord aan jullie gezond. Kom gaan via deze ruime gang. Iets met de verdwijning van meneer de Graaf en een... The Mansion was ook dit jaar weer een succesnummertje. Het is een heel tof spookhuis met de Haunted Lanterns. Echt iets wat ik vaak en graag doe. We moeten nog de ride doen en voor de rest zijn we redelijk rond hier op Skermie. Het is weer een geslaagde editie. Er zijn heel veel verbeteringen doorgevoerd. Ook al zijn er niet echt nieuwe huizen, nieuwe experiences, zijn er heel veel verbeteringen doorgevoerd. In de bestaande huizen. Dat is ook echt wel heel leuk. En je kan ook echt de verschillen zien tegenover hoe het eerst was. Hey. Welkom. Dus u dacht, we gaan eens even kijken of de verhalen omtrent heks Agnieszka waarheid zijn. Nou, ik kan u verzekeren als u had nagedacht bij degene die u binnenliet, dat het misschien niet zo'n wijze keuze was om dit huis te betreden.
dat was het dan alweer hier bij Scare Me. Echt een Halloween event voor de liefhebber. Gaat zeker een keertje bekijken hier in Almere. Het is echt de moeite waard. Wil je nou nog meer Halloween video's gaan zien? Bijvoorbeeld vanuit Walibi Holland of vanuit Toverland of Movie Park of alle andere parken waar Halloween te vinden is. Subscribe zeker even op mijn kanaal en dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!